De Hedwiggepolder hoeft niet te onder water van de Europese Commissie. Dat schrijft Eurocommissaris Janis Potocnik in een brief. Potocnik schrijft dat Europa zich niet bemoeit met de ontpoldering van Hedwiggen. Wel controleert Europa of landen zich houden aan de vogel- en habitatrichtlijn. Maar over de manier waarop landen zich aan die natuurafspraken houden, heeft Europa niets te zeggen. De 80-jarige Jan van Leest gaat vandaag terug naar de plek waar hij 38 jaar geleden ternauwernood een duikongeluk overleefde. Hij gaat samen met zijn redders met een boot op de Westerschelde naar de Pas van Terneuzen, de plek des onheils. Van Leest wil zijn redders nogmaals bedanken en het trauma afsluiten. Meer toeristen brengen hun vakantie in Zeeland door in een vakantiehuisje. Ze blijven dan ook langer dan voorgaande jaren. Vakantiegangers willen graag een wat luxere accommodatie. Ouderwets kamperen is minder in trek. Het aantal overnachtingen op campings neemt iets af. Heeft u tips? Bel ons of mail.